types ook vooral in Groot-Brittannië, waar ze nogthans tot hun nek in de drugsproblemen zitten, het probleem. De toen nog rijkelijk onbekende Ewan McGregor, die heroïne vergelijkt met het beste orgasme ter wereld, alleen maal duizend. Kon dat wel, schreef de goede gemeente. Natuurlijk wel, zeiden de drie jonge Schotten die dit schot in de roos hadden afgeleverd. Je moet gewoon, zeiden ze, ooit eens komaf maken met de hypocrisie dat je in films rond drugs alles mag zeggen, behalve dat die vuiligheid waarschijnlijk ook ergens wel een goed gevoel moet geven. Anders zou er toch geen hond aan beginnen. Maakt dat van deze film dan een lange reclamespot voor heroïne? Natuurlijk niet, u ziet het zelf. Wel in tegendeel en hou u echt maar goed vast. Wat moet u nog weten? Trainspotting is gebaseerd op het gelijknamige en al even absolute cultboek van de Schot Irvine Welsh, die als auteur in de post-punk scene van Edinburgh niet alleen bijna aan den lijve heeft meegemaakt de hel die hij beschrijft, maar hij doet dat vooral schitterend in een soort subliem, fonetisch neergeschreven Schots. Fucking great, man. Voor de arme ondertitelaar is het onbegonnen werk natuurlijk, maar het kan de sport zijn voor u om ja, alle verdoken woordgrapjes en zo uit dit bad van zwarte humor te gaan vissen. Samen met alle knipogen naar andere films. De ironie en het gebruik van de soundtrack bijvoorbeeld. Een soundtrack die je heel subtiel meeneemt van de punk jaren 70 tot helemaal vandaag. Dus een moderne klassieker. The Clockwork Orange van de jaren 90, zei iedereen. Met ironie dat ja, die Ewan McGregor zijn carrière als nu absolute superster toch voornamelijk te danken heeft aan deze bijna letterlijk heroïsche heroïne-junkie die hij zo schitterend speelt. Net zoals de schurk in Clockwork Orange eigenlijk even totaal verwerpelijk als ergens toch glamoureus. Voor de jongeren beveelt onze zender dus ook terecht de blinddoek aan of vroeg naar bed, want dit is een hevige film, geen braaf BBC-drama. Maar het is dus wel, voor de ouderen, cinema op volle kracht, een drug die op zichzelf zeker geen kwaad kan. Dit is het soort film die je best een keer of 20, 30 kan zien en voor wie zijn shot nog niet heeft gehad, durft de ogen en de aders voor één keer wijd open te stellen. En mag ik u een absoluut geestesverruimende ervaring toewensen met Trainspotting.